You complete me. Just shut up. You had me at hello. Vroeg. Misschien slaapt hij nog. Oh, wat erg. Ik denk het echt. Ik denk het. Hij heeft zich verslapen. Maar ik ben dus verkleed. Als ganger. Wat denk je het over? Ben jij hem wel goed, toch, deze look? Ja, zeker. Past toch goed bij dit festival? Nee, ik heb al gezegd dat we doodsbang zijn, dus we hoeven niet meer te liegen. Ja. Sebas heeft de muziekbollen meegenomen. Mag ik even je huis laten zien? Ja, natuurlijk. Dit is echt de droom hoor, als je hier woont. Op deze locatie. Oh, beter wordt het niet. Ja, dat is ook echt een droom. Kijk, die tafel vind ik ook gaaf, maar deze tafel. De volgende t-shirt, dat is dit geworden. Oh, ja. Ook heel leuk. Maar het was heel erg die cool. Schoenen zijn hier trouwens. Deze kast. Ik heb geen koffie. Ja. Wil je met melk? Nee. Ja hoor, kijk. Oké, Sebas is gedoucht. We kunnen gaan. Of over de heup? Nee, zo, ik denk dat het zo lekker makkelijk is. We gaan voor het eerst naar een hardstylefeest. En we vinden het doodeng. Maar ik heb wel een soort van nieuwe gabberlook aangedaan. Personeel komt binnen en gaan met die gators allemaal naar het terrein toe. Helemaal geïnspireerd. Ga ik thuis hier zo de zijkanten van mijn haar helemaal weggeven. Ja? Wij zijn op fashion gebied geïnspireerd. Nou, die bril is al gabber. Het is een super authentieke scene. Ja, echt die over 20 jaar hetzelfde doen, al langer misschien, hè? 30 inmiddels. Maar het is niet een scene, het is bijna een lifestyle. Ja, het is een subcultuur. Echt te gek. En wij waren bang. Omdat we het eng vonden, omdat we niet kenden. Maar nu oprecht
echt heel erg naar mijn zin gehad. Ik ook. Echt heel leuk. Echt super leuk om te zien. Lieve mensen, allemaal, iedereen is gewoon helemaal vrolijk, want ze gaan naar een leuk feest. En weet je wat het is? Als je naar een festival gaat of naar een evenement waar wel jouw soort mensen komen, ben je eigenlijk veel meer bezig met wat mensen van je vinden dan dat je nu zeg maar te gast bent. Of ja, in een andere scene. In een andere scene waar mensen, waar je toch al niet in hoort. Ja. Dus het was echt heel relaxed. Ja? De sfeer was echt super goed. De sfeer was echt. Dansstijl is echt een kunstvorm, dat is een samenvatting. Ja, zo mooi, zo goed uitgevoerd. En wat ik dus al zei, maar ik weet niet wat er allemaal te verstaan was. Dat sinds toen ik 13 was, keken ze naar die gabbertjes op, want die vond ik dan heel tof. Maar ik hoorde daar niet bij. Ja. Sindsdien is die dans wel geëvolueerd, want ik zie allemaal nieuwe moves. Dat hoog kicken en zo, dat was toen niet. Volgens mij ook maar. Ja, maar in Groningen niet dan. Ik denk ook omdat wij net iets te jong waren om er echt helemaal diep in te zitten en alles mee te krijgen. Maar ik ben zo gelukkig dat wij hier zijn geweest. Ja, was echt, ik vond dit echt leuk. Waanzinnig interessant en cool. Ik ook. Dus, bedankt, Young Uitzendingen. Bedankt. Kijk, dit is eigenlijk de nieuwe look. Dit is echt een goede. Dit is de coolste look nu. Ja? Je tas zo, ja. Oh, niet meer zo schuin, zonnebril op. Oh. Maar ik denk dus dat ik wel verkleurd of verbrand ben. Maar we gaan hier nu even in Almere stad naar een snackbarretje. Okay, ik heb echt zin in sweat, tees en joggingsbroeken. Joggingbroeken. Daar heb je altijd zin in. Het regent. Ik lust wel een t-shirt met van die mouwen tot hier en een v-neck. Dat is wel lustig. Ja, ik ook. Deze is wel heel leuk. Ja? Waarom zou daar een hengsel aan zitten? Is het niet gewoon een rugzak geweest waar ze dingen in hebben gedaan? Ja, nou ja, we moesten dus, die nemen we even mee, maar we moesten dus naar achter om toestemming te vragen. Oh, dat wil je meenemen? Ja. Oh, okay. Of niet? Ja, nou neem ik mee. Oh nee, niet. Vies. Ik ging even naar achter, naar Rick, om toestemming te vragen of we hier mogen filmen en dat mag. Dus nu gaan we vooraan beginnen, hè? Ja. Maar schat, zijn er wel meerdere verdiepingen hier? Want anders zijn we te klein. Ja. Nee, gewoon omdat het van een sloot tegen zo groot. Ja, is dit leuk? Een beetje kerst vind ik het. Ja. Dit is mooi. Is dit niet leuk voor koffie? Het is te dun voor koffie. Denk je dat ik vind het gewoon lekker als je zo je hand er echt zo omheen kan doen en dat je al een beetje warmte krijgt. Oh ja. Dit is weer net wel niet. Specifiek. Ja, jij niet? Wat voor kopjes heb jij dan? Nou, dit. Wat is dit voor leuks? Nee, dat heb ik wel gezien. Maar ik wilde achter nog wel kijken. Ja, dat wil ik zeker ook. Maar bij mijn lamp in de woonkamer of Ryan's lamp. Ik denk dat we maar even naar de kleding moeten. Waar was het ook een rattenplan? Dan moet ik hem eigenlijk binnenste buiten ga je het ook zien. Nee? En de kleur vind ik wel. Ja. Klopt. Dan mijn oma Loes zou ik aan trekken een mantel pakken. Dat is gewoon een deel van de mantel. Eigenlijk moet ik een rokje erbij. Sorry, dat deze kleur is magisch. Is dat fluo pistache? Dit is mooi hoor. Hoe zitten die schouders? Ook perfect toch? Op mijn body. Hier echt veel te strak. Oh ja? Ja. Oh, en ik heb al geen eens push-up aan nu. Dus ik kan hier niks van afhalen. Het trekt al. Jammer. Dus zeg maar, nu sta je ook een beetje zo. Om het niet te laten trekken. Maar als je echt gewoon relaxed zou staan, dan trekt het. Jammer. Hoe magisch deze kleur is, zo niet magisch is dit voor mij. Zo'n eigeel.
kwaad van dit jasje. Die kleur is echt heel mooi. De kleur is echt precies wat ik wil. Een short sleeve blazer. Nu ligt het detail weer op de taille. Ja. Nee, dus hè? Ik vind die kraag wel heel ja, leuk. Ja, het is best wel mooi. Ik wil even herkennen, maar wat was je nou? Roosmarijn, kosten. Oh ja, ik heb volgens mij gisteravond nog op YouTube zitten. Oh echt? Ja. Oh wat goed. Ja, heel veel kringen ook. I-Make heet inderdaad, I-Make. Oh ja, ja, kijk het ook. Wat leuk! Oh, je bent hier lekker aan het shoppen. Nee, ik werk hier snel. Oh, werk hier! Oh, wat goed! Nee, ik was hier nog nooit geweest. Heel veel andere rattenplans al wel. Den Haag. Ja, leuk! Leuk jou te ontmoeten. Deze tas vind ik wel nice. Is de staat die cool? Ja, maar hij... Hij zit een beetje, zeg maar, te... Ja, dat kan ik hij moet aanpassen. Ietsje lager dan. Ja, die kleur is ook wel lekker, hoor. Ja? We doen hem even in de wagen. Ja, oh ja, kan al nog terug. Ja, Double Breast 80 bleef een hele goeie. Of niet? Postelpunt. Ja? Dit is gewoon een hele kleur daar. Hé, schat, dit vind ik ook een leuke Bermuda. Ja, wel heel wijd. Ja, is dat niet leuk? Een soort rockbroek. Ja, rockbroek. Vind ik wel leuk. Dat zeg je doei. Dan sluiten we hem nu voor vandaag even af. Ja. Oh, er zitten al twee cola's in. Deze is leuk. Geef maar die leeg, die ga ik weggooien. Is dat een probleem? Ja. Niet op straat gooien. Oké, we kunnen. Morning. Ik was zo opgehaald door Johan van Hip van Op met al deze spullen. Laat zien. Dus dit is alle kleding die ik niet heb gebruikt voor de outfits. En in deze tas zitten de outfits. Dus dan gaan we naar Hilversum en hebben we de laatste draaidag. En dat is de Catwalk Show. Nou, ik ben, kijk, Femke is er. Hoi Femke. Hallo. Hoi. Even kijken of dit mijn kleding is. Nee. We zijn in de studio en we gaan make-uppen. Kijk hier, een bolle is er ook. Koek, koek. Oh, ik heb dat spul opgedaan, die capsule. Hè? Want ja, bij de drie lekker, gegeven. Hè? Ja, dus ik had nog één over. Lekker, hè? Klaar. Ja. Heel mooi, Fem, dank je. Mia, bij ons spelen, Mia, oké. Okay. Oké, deze. Ik neem hem even mee. Ja, dankjewel. Nog meer. Ik ga hem omkleden. Oké, jongens, we zijn helemaal omgekleed. Kijk eens, wie we hier hebben. Wat gaan we doen? Moet ik al iets? Of ben nee, ik nog... nog niet. Oh, dan ga ik nog even een lekker chocootje pakken boven. Ik ben ook zo benieuwd hoe de haar dat staat. Pittig, Chicky. Heel echt, leuk. Echt heel leuk. Wel in deze kijk, hier hangen we alles op. Oké. Lippenstift heb ik eraf. Ik heb die hoodie. Dus ik kan door de regen richting de trein. Het is gewoon weer een joggingpakje aan. En ik denk dus dat ik weer ga sporten. Ik ga echt goed. Ik heb mijn sportspullen mee, dus het zou kunnen. We zullen het zien. Ik ga jullie de bus pakken naar de sportschool, want Johan had mij opgehaald. Maar daardoor heb ik dus nu geen
vervoer, geen fietsje. Dus je ziet hem niet vaak, maar komt goed. Good morning, het is donderdagochtend. Ik heb nu nog mijn droog shampoo gedaan, zodat ik vanavond nog kan sporten en dat ik het daarna was, maar ik weet het niet. Ik ga eerst even dit pakketje openmaken. Ik mocht namelijk van de Happiness Boutique 2 dingen uitzoeken. En ik heb echt hele toffe dingen. Oeh, oh ja. Oh, dat is heel mooi fijn. Oh ja, top, zie je? Dat is wel mooi, hè? Kijk, misschien moet hier toch een bedeltje aankomen. Dat die ook wat meer, niet zo rond valt, maar wat meer zo valt. Dan passen ze beter bij elkaar. Ja, ben ik heel blij mee. En nou heb ik nog iets, maar dat is echt voor een compleet ander moment. Crystal oorbellen. Oh ja, ja, ja. Maar dit zie ik dus bijvoorbeeld wel met een hoodie. Dus niet als gala, hè, maar met een hoodie of een tracksuit. En dan dit soort oorbellen erbij. Wat ik het allermooiste vind is dat ze op je oor zitten. Dus zitten over je oorlel heen. En dan volume hebben. Niet zo eronder hangen. Vind ik niet mooi qua plek. Maar ik vind het heel feestelijk. Thanks, Happiness Boutique. Deze is trouwens van H&M. Maar wel van 4 jaar geleden, denk ik. Misschien wel 5, maar is nu niet meer te koop. Maar misschien hebben ze wel weer zoiets. Good morning. Ik ga even laten zien wat ik allemaal heb gekocht met Sebas in Almere. We vonden echt heel veel binnen no time, want we zijn helemaal niet lang geweest. Deze tas vind ik echt heel gaaf, want het doet me gewoon denken aan de hele Kipling-periode. Is een beetje van dat gewassen nylon, waardoor je dus die wasstructuur erin ziet. En gewoon tof model. Ik denk dat mijn camera en tripod erin kunnen. Deze Bermude, een soort broekrok, wat Sebas al zei. En het laatste. Heel mooi jasje van soort tulle, maar met allemaal linten en kant en band. En bloemen erop gestikt. Heel rijk bewerkt. Broek was €3,25. Deze was €3. De tas was €3. En het jasje ga ik zo even checken. Jasje was €4,80. Nu heb ik hem geknoopt. Oké, dat was de try-on voor deze week. Tot de volgende!